Op 25 april staan de nationale rijders weer aan de start in de Rally del Panetri in Villers-le-Bouillet voor de derde afspraak van hun seizoen. Deze nieuwe ploeg kreeg terecht zijn plaatsje op de kalender. Met start nummer 1 gaat Bernard Detier oerend hard, maar hij moet er in KP5 al uit door een breuk van de turbo. Guy Gramey is leider in het kampioenschap met 2 overwinningen, maar in Villers krijgt hij eerst en vooral een platte band cadeau. Renault Verheid is echter sowieso een klasse beter dan al de anderen in zijn broeier Toyota. Gérard Magnet is bij Target Sport een Sierra gaan huren in afwachting van de komst van zijn escort. Ook Patrick Chamard is met een Nissan Sunny onderweg. Dit keer zit Yves Maton, de chef van ProRace, waar Mark Timmers zijn Sierra laat prepareren, zelf aan het stuur. Maton maakt er een schitterende rally van. Door zijn vierde en derde plaats in de vorige rallies staat Bruineel tweede in de tussenstand voor de nationale titel. Jean-Marc Gabon probeert hier zijn gebrek aan pk's door aanvalslust te compenseren. Voor Thierry Nazé is deze rally van korte duur. Een lekke cilinderkoppakking haalt hem al in de vierde proef naar de kant. Chris van Woensel kan met zijn achterwiel aangedreven Sierra nog een stukje spektakel verzorgen. Iets waarin de Brit Taylor hem nog de loef afsteekt. In de manta van spectaculaire Rudolf van Kamp zorgt de motor van een Kadett 16 klepper voor de nodige pk's. Aan het meesterschap van Renault Verheid valt in Villers niet te twijfelen. Hij rijdt de ene na de andere snelste tijd en blijft geconcentreerd en met zin voor spektakel zijn werk doen. De Celica van het huis Breuer geeft niet de minste kick. Jammer dat het hier niet om een manche voor het internationale kampioenschap gaat. Maar als alles loopt als een trein, hoeft de snelle service zich ook geen zorgen te maken. Guy Gramey geraakt op geen enkel moment op dreef. Hij heeft schijnbaar een slechte dag en hij beperkt zich tot het achternahollen van de anderen. Guy gaat zelfs aan het spinnen en rijdt zijn achterbumper naar de bliksem. Veel beter doet het Gérard Magnet, die zich van meet af aanpast aan de Sierra Cosworth. Dit is een start van pechvogel Bruineel, die door elektrische problemen ineens 30 seconden verliest. En dan nog een beetje show van onze Britse vrienden. Van Kamp besluit deze rally op een tiende plaats. Op een bepaald ogenblik ligt Yves Maton zelfs tweede met zijn groep en Sierra, maar hij kan over zijn derde eindplaats meer dan tevreden zijn. Gedurende de hele rally blijkt dat de Sunny van Patrick Chamard een stuk beter is dan die van Jean-Marc Gabon, en dat merk je dan ook in de uitslag. Patrick wordt zesde, Jean-Marc achtste. Tussen deze twee in rijdt Van Woensel naar een ereplaats. Beduidend minder goed verloopt het hier voor Roger Boeren, die desondanks elfde in de eindstand wordt met zijn Lancia. En nog maar eens een draaier voor Guy Gramey. Hij heeft duidelijk niet zijn dagje en sluit Villers als vierde af.
Maton wordt dus derde algemeen en eerste in groep N. De tweede plaats van Magnet laat vermoeden dat hij straks met zijn escort keihard zal uithalen. Eén brokje spektakel nog van Binaar Verrijd, die zo naar de vierde plaats in het internationale kampioenschap opklimt. 20 beste tijden op 20 kp's, wat wil je nog meer? En daar hoort dus champagne bij.